Milton Brand. It's really starting to irritate me. Hey makkers, makkerinnen, welkom terug bij Red Dead Redemption 2, de vorige aflevering. Wat de fuck gebeurde daar nou weer? De vorige aflevering was ik in het dorpje hier bij, wat was het, Van Horn. Nu ben ik even hier naartoe gelopen, naar de stable, want ik moet een paard hebben als ik dit hele bokkeit wil aflopen. Maar ik heb het gevoel dat die fucking dicht is. Shit. Heb ik een kamp bij me? Ik heb geen kamp bij me. Ik heb wel dynamiet, maar ik denk niet dat ik er doorheen kan blazen. Wat het sucks. Dan moet ik waarschijnlijk even overnachten. Is hier binnen niet gewoon een bed of zo? Waarom flikkert die lampen zo erg? Open the door. Or I'm gonna shoot my double-barreled shotgun. Oh, hey. Ben ik nu aan het inbreken? I don't know. Weird. Wacht eens even. I see an opening. Jesus, wat een licht, joh. Het is echt, dit klopt niet. Het moet wel een bug zijn. Ik zie ook helemaal niks. En nu zie ik weer wat. Hey, paardje. Kan ik jou niet gewoon stelen of zo? Tenminste, er zei iemand eens een keer wat in de reacties. Dat er een truc was met paarden. Dat als hun oren volgens mij naar achter zouden staan, dan zijn ze hysterisch. Maar als staan oren naar voren, dan was het goed of zoiets. Oké, ik ga die stink saloon wel in en ik ga wel even een overnachting. Ja. Ik ga wel een overnachting proberen te regelen. Mensen, eten is wel lekker. Fucking $3 voor een maaltijd. Dat is wel flink, want ik heb maar 450, maar... Was hier ook niet een hotel in de buurt dan of zo? Blijkbaar hier in de saloon is geen fucking slaapplek. Sorry, ik moet er even langs. Sorry, dat was uitbundig. Hotel. Trivago. Fuck. Are you kidding? Waarom kom ik hier dan ook fucking midden in de nacht aan? En dan moet ik eigenlijk al... Of een paard stelen. Fuck it, ik ga een paard stelen. Ik heb hier geen zin in. Daar staat echt een paard. Die stond er echt op me te wachten. Ik ga het doen. Stik en huigen. Deze is voor mij. Zit al een mooi zadel op. Yeehaw. I'm the horse stealer. En er is niks aan de hand. For fuck's sakes. Daar heb ik dan wel een klein beetje een hekel aan. Dan probeer ik eigenlijk zo subtiel mogelijk en geen aandacht naar me toe te trekken door echt een paard te stelen. Blijkt er gewoon niks aan de hand te zijn. Dan bleek het gewoon echt de bedoeling van de game dat je die paard ook, of dat je dat paard pakt. Want we willen juist een soort nieuwe start en niet opvallen in dit, nu we terugkomen. Ah, maar laat me dit paard gewoon maar even stelen. Yes. Goed, daar zijn we dan. Shady Bell. Het huis waar we eventjes vertoefden. Is dan nu uiteindelijk onze eindbestemming voor deze missie. Hello. Inderdaad. Hello, is anybody here? Ik vertrouw het toch niet helemaal. Dus, De deur staat deels open. Verrot geschoten en wel. Hello? Anyone here? Search both floors of the mansions for signs of the gang. Ik heb het gevoel... Susan! Strauss, you here? Ik heb het gevoel dat ze... het gevoel. Ze zijn hier overduidelijk niet meer. Wacht, laat mijn pistool anders maar even pakken. Dat is wat... more subtle about it. Kijken. Misschien dat er iemand op mijn kamer is. Hello. Hombres. Niemand. Oké. Search. Oh. Pearson. Ramen zijn ingetiefd. Gun oil. Ligt nog wat. Whisky of zo? Bourbon. Got myself some Kentucky bourbon. Maar het ziet er niet naar uit dat mensen hier nog zijn. Ze hebben wel sporen achtergelaten. Of in ieder geval...
spullen, om beter te zeggen. Well, dit is hem ook niet. Oké, okay, dat is een deur waar ik blijkbaar niet doorheen kan. Misschien onder het bed. Hello? Wacht, heb ik niet speciale vision? Yes. Oké, okay, hier is ook niks meer. Next room. Koffer half ingepakt. Iemand is weggegaan met haast. Uh-oh. Milton keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up. Shit, mijn paard staat er nog. Those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around then. See if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton? I'd like to find a poisonous snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley, let's head inside. Gentlemen, be careful. Okay. Pinkertons. Dit zullen we stil aan moeten pakken. Oh, Jesus, staat er hier alleen, joh. Rustig aan. Easy does it. It's like as if there's a ghost. Thank you. Hij heeft wel een leuk hoedje. Neem zijn hoedje wel mee, hoor. Dank u. Looten komt een andere keer maar weer. You must do this very, very quietly. En niet blikken een schop gaan geven. Okidoki. Oh, shit. Oh, dat teleporteerde iemand even op de minimap. Oeh. Take the knife out. I found a letter. No, you ain't. You're a dead man. Shit. Shit, die komt via de achterdeur binnen. Thank you. Shit, links. Oh, oké. Okay. Hij had een brief gevonden, zei hij. Hallo? Wat is de brief? Dear Uncle Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. Caroline. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We have gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them, in Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy. But apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. Well, thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Ik denk dat dat onze enige hoop is, inderdaad. Go to Lacay. Ja, maar die is zeker weer hoeren ver weg. There it is, Lacay. Anders pak ik even zo'n paardje van een van die Pinkertons, want ik heb het gevoel... Mijn paard is echt fucking trash. Of het paard wat ik had. Howdy! Pinkerton Horse. Staat weer een flinke reis ons te wachten. Of we krijgen een cutscene. Prima, dan hoef ik het zelf niet te doen. Hey, dik prima, hou ik wel van. Een hekel aan het moeras. Maar ja, daar zijn we dan wel. Oh, what the fuck? Even draaien, even terug. Even draaien. What the hell? Stokken met schedels. Oké. Okay. Misschien moet ik een beetje voorzichtig zijn met de aankomende stappen die ik ga zetten. Oké, ik zie daar een aantal mensen. Zijn dat mijn mensen toevallig? We're about to find out. Wellicht. Ik kan ze niet zo even niet herkennen. Hey, vraagje. Hebben jullie mijn mensen gezien? Arthur! Arthur's here! Ah, ja, oké, okay, top.
You're alive. Just about. Come inside. Come on, it's raining. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Lekker hoedje. Dat bolle hoedje maakt het wel af, hoor. Wat? Oh, look. Dutch! Dutch, they got John! Okay, okay. Hey! Oh, ik heb mijn outfit weer. What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. Yes. Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Yeah. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective. Are you kidding me? Already? On behalf of Cornwall, Kerosene and Tar, the United States government and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest you. Come out with your hands up. Give them to a count of five, then give them everything. Holy shit, I have a Gatling gun. Let them have it. Everyone get down! Shit. Shit, shit, shit. Call me! This is real bad. Stay down, Ollie. Oh god, oh god. Okay, zij heeft een plan, blijkbaar. Gotta chase the booty! Go, 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 go! Shit staat in de fik naast me. Kom op, kom op, kom op. Schiet op. Oké, okay, oké. Okay, almost. Waar de hel zijn mijn guns als ik ze nodig heb? Oké, okay, I'm here. Come on. Where are we going? This way! There's a trapdoor into the other house. We can try to flank them. Slim bedacht. Hou ik ervan. Even kijken, welke guns heb ik bij me? Fijn. Alleen een fucking pistool. Come on, follow me. Ja, 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 ja. Oké. Oké. I got you. I got you. Why is that shit? Now I will show strength and you may mistake it for brutality. There is no escape for any of you. I shall hunt you to the ends of the earth and the end of time. I killed your friends. Start to irritate me. D. Kan die Milton D. Oké, dat is mijn dead eye. Oké, er is er nog één over. We got this. Als ik die Gatling gun kan overnemen, dan zitten we gebakken. Oké, die fucking ding zit in de weg. Jesus. Got him. Hoeveel zijn ze, joh? Idioten. Oh, shit. Oké. Follow Sadie en Bill. Waarom ga ik niet van op die fucking Gatling gun zitten, joh? Hey, daar ben ik. En hey, ik zie helemaal niet waar ik op schiet. Links zit er maar één. Geschamd.
afgemaakt. Okay, even wachten. Hup, boom. You may be from the government, but I'm the fastest gun in the West. The notorious gunslinger. The one you should not be fucking with. Hartstikke idee. Die kant op. Fucking hell. Oh. Links. Hey. Tot ziens. You ain't gonna see your wife or kids anytime soon, you son of a bitch. Get to Maxim gun. Ja, maar waarom deed ik dat in deze instantie niet? Jeet, erop. En use. Kom naar links. Jesus, oké, die is lek. Links. Zo, die is lek geschoten. Hoppa, maaien, links. Ja, hallo, ik heb maar één kant om op te schieten, hoor. Oh, Jesus. Oh, God, wat zijn er te veel. Wat is dit voor final stand ineens, joh? Damn it, stop. Waarom zijn er zoveel van jullie? Get lost. Waarom gaan ze niet neer? Waarom neemt die guy er gekruipt achteraan? Jesus. You saved us, Arthur. Oh, man. Bill and Sadie. Ben je aan het hoesten? You okay, son? Sure. Wat ik het de vorige aflevering al over had. What do we do, Dutch? Clearly we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sure. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. Well, we'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not now. Het wordt hem allemaal te veel. I'm begging you to. They're gonna hang him and break my... The boy's heart. Please, do something. We will. Okay. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Meet me at Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. Nou ja, we hebben wel een Gatling gun eraan overgehouden. In de hoop dat we die mogen houden. Ik moet zeggen, de mentale gesteldheid van Dutch is flink achteruit gegaan. Goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch. Precies. Who seems half crazed by all we gone through. Maar ik moet zeggen dat Arthur nog best, best reëel eronder blijft. Best nuchter. En dat verbaast me. Goed. Ik heb mijn paard in ieder geval weer terug. Daar ben ik blij om. Wat hebben we hier? We hebben hier Dutch Vanderlyn. Dutch needs to speak with you. That's a Murfree country. En hebben we hier Sadie Adler. En dan gaan we John redden. Lijkt me best een leuk plan. Hier hebben we trouwens ook nog bij de post office een bliepend dingetje. Dat is volgens mij weer een missie of een bounty of een of andere beroving die wij kunnen doen. Dus we gaan gewoon in eerste instantie naar Sadie en dan gaan we John redden. En vanuit daar zien we het wel. Wel, zijn we weer in Saint-Denis. Sadie Adler is hier bij... Oké, de tram gaat al. Bij de lokale tavern. Saloon. Uh-oh. Oeh, er was bloed. Hij hoest bloed. You okay, bro? Oh nee, hij gaat van zijn stokkie.
Dat is niet goed. Mister, are you okay? Nope. Mister, are you okay? Nope. Are you okay, mister? Nope. Ik denk dat als mister, je het na drie keer vragen nog steeds geen antwoord hebt. Nee. Let's get you to a doctor. Graag. Jesus. Come on, it's not far. Just down the street here. Really, je laat mezelf gewoon lopen. Neem me alsjeblieft dan even een deels op je schouder of zo, joh. Give me a minute. Oh god. I'll be fine in a minute. Nope. I'm fine. Ziet er niet goed uit, vriend. Woop. Iets te ver. Help. Now you head in there, friend. Go on. Okay. Help! Ik hoes me helemaal de blaftyfus. Help! Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Come on. Lopen is een beetje moeilijk. Echt Jezus, jullie zien toch hoe beroerd ik eraan toe ben. Jullie laat me allemaal gewoon gaan. I need some help. And so it seems. And that's doctor, mister, to you. Oh, tuurlijk. Laten we ook nog even regeltjes. Oh, oké. Okay. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, let do you. Sure. Thank you. Now... What's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Uh-huh. Okay, now here. Breathe. Again. Yeah. Let me see your tongue. Now say ah. 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 What is it? It's not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. You... It's a progressive disease. And you'll be... Now, the best thing is rest. And getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Oh, je rookt er even bij, joh. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, wait. Let me get you a little bit more energy today. Damn. Dat het ook gewoon op zo'n manier moet. Je zou verwachten dat gewoon Arthur neergeschoten zou worden of zoiets, weet je. Of een traditionele western dood. We can't change what's done. We can only move on. A tuberculosis? Jesus. What, You have it in you, I can tell. He didn't have a choice. He was good and he did good. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. What? Was it a hert there? Oké.
Wow. Okay, this took a turn for the worst. Over dat gesproken, mijn balkjes zijn ook bijna leeg, dus die ga ik even bijvullen. Alright, alles is bijgevuld. Hey, Sadie! Ik heb tuberculosis, kunnen we dit even een andere dag doen? You know what I hate more than being drunk? What am I doing? Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as... What began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. A slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Hell, we got Lenny's body out as well. Robbed the morgue and buried them together. Follow me. Okay. Jezus, ik sta een beetje versteld van wat er. Ik zit een beetje met mijn bek vol tanden van wat er zojuist is gebeurd. So, what's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. What? It's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. What the fuck? You ain't serious. Now, the pilot, or whatever you call him, he thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey. We didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Perrin's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. Oh, she a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. Ah, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Ha, ha, ha. Have you ever flown before, sir? No. Oh. It's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Like a brilliant. Ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. What? I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above or below. Ah. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope. Ah, heel fijn. And hope for the best. Ah. Well, gaan we. You boys have fun. How did you get out of this? Whee! Up and away. Ik weet niet, Right. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. Jesus. We should still have we're some actually flying over the river. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Sure, sure, sure. Okay, whoa, would Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent.
decidedly harrowing experience for all involved. Jesus, we gaan echt heel hoog. Keep going, sir! We need to get up above the clouds. Above the clouds? It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. Jesus, weet je hoe hoog we dan nog moeten? Nou ja, pittig hoog. Ik snap niet helemaal hoe dit plan... Hoe dit plan gaat werken, hoe we John gaan pakken. Maar ik zie rechts onderin dat ons balkje aan het vullen is. Keep on going. You're doing splendidly. En dat aan de linker onderkant van de R van R2. Let's break through these clouds. Dat we daar de sweet spot hebben. My God. You're at the altitude with best wind flow. Keep remaining at this altitude to keep your speed up. Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. Yes, what? This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe, maar waar zijn we nu al? Jesus, waar begon ik? Ik begon echt hier bij dit meertje en ik ben nu al hier. Chibas, where are we going? Daar heel, interesting. From Europe, we'll find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. Damn, we zitten hoog. I like it. Ik heb zelf nog nooit in een luchtballon gezeten. You shouldn't be doing this. Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. We have plenty of those. Yeah. She did, didn't she? En wat, ga ik dan op een gegeven moment parachute springen of zo? De game wordt steeds gekker, joh. Jesus. Het verbaast me ook gewoon dat mijn hoed nog niet is afgewaaid. How perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Baldassario, so you could say I got off lightning. Look, I'm trying to concentrate here. Oh, hey, vogeltjes. Hey, makkers, hoe is het? Ga eens even wat meer terug in formatie. No need to go any higher. Ja, nee, ik heb Ben al losgelaten. Ik heb al losgelaten. Oh, kijk. Treintje, open water. Ja. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right, thank you. Recalling the ablutions discussion. Well, just say the word. Je kan hier wel echt de hele stad zo'n beetje zien. Nou ja, de game beperkt het eigenlijk door, hoe heet het? We moeten lager ineens. Maar de game beperkt het door zo'n mist. Maar als de mist er niet zou zijn, zou je dus alles kunnen zien. What got you interested in the pursuit of aviation? I didn't, exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. Okay. We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Nee, we gaan gewoon even kijken. Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny, Adler. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got him working the fields in a chain gang. Oh, we gaan hem oppikken. Oh ja, ik zie een guard lopen. Ik zie daar een groepje inderdaad. Ja. Oh ja, meerdere groepjes. Dit zal het groepje ongetwijfeld zijn. The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Here, take over. Well, keep wat moet us ik doen? Well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control, you know. Nope, not there. Even kijken, is er verderop? Nee. Please hurry.
Yeah, geef me een momentje. Dat zal hem zijn. That could be him. Yeah, that's him. Whoa. Jesus. Oh, Jesus! Oh, my God! What are you doing? They're shooting at us! I can see that. Ascend! Ik ga omhoog, Ze moeten echt... Ze gaan die ballon lekker schieten, ongetwijfeld. Nou, ik weet in ieder geval waar die is, maar... For fuck's sakes! Stop! We should stay at this altitude. It's heading northwesterly, so that should take us back to land. Here, God, I'm shaking like a leaf. Nou, dat was onnodig, Jesus. Ik wilde gewoon even gluren. Mr. Bullard, get up. Good Lord, my heart is pounding. I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. There's Annisburg. Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Wat gebeurt er nou weer? We gaan echt van hot naar her, joh. Try and get us near. Will there be more trouble, sir? I expect so. Gaan we. I'm starting to rather enjoy this. Wat moet ik doen? Oh, Jesus. Hey, Zane, up here! Appa, niks god. Vind ik wel geinig. Het was ook eigenlijk wel te verwachten dat dit deze route zou nemen. Oké, even herladen. Geef me een klein momentje. Hatsikadee. Even wachten. Komen er nog meer? Really? Volgens mij is ze wel veilig op het moment. Maar dat is mijn paard trouwens in al dit. Oh dear, that ball neck feels decidedly scrambled. Wacht even. Voordat je met nonsens gaat praten. Even kijken. Oh, wat? Nog meer? Really? Nog meer? Ja. Ik ben ermee bezig. Oh. Oké. Oh, die was mooi. Voor het paaltje net nog. Yeah. We good? I think we're good. Nee, nee, er komt meer aan. Hatsikadee. Yep. It's a nasty business. Arturo, it's a nasty business. Someone's gotta do it. What? Van waar? Links? Oh nee, dat vind ik lullig. Nee, hij had daar niet onder mogen lijden. Touwtje. Ze zit niet letterlijk onder, ze zit nog verder, grote vriend. Ik zie het. Yeah, we're good. Zit ik nu goed? Zo, is dit goed? Zijn er bijna. Pak hem. Dat je ook gewoon niet lekker wordt geschoten daar, dat verbaast me. Ik moet je... Ja, ik til je al. Gaan wij dan met deze luchtballon John redden, of hoe zit dat? Hey, wizard. I think we're gonna crash. We have a real habit of seeing the obvious, Arthur. Hold on. No. Did you break your neck? I don't think so. Maybe. Damn it, look! There's more of them on the other side! They must have followed us. Get behind something! This ain't over yet. That blanked. Fuck you, good. Goddamn old Driscoll! You can't leave it for one day! Just kill the
sons of bitches! Yeah, 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 yeah. On it, on it. Alleen ze komen wel akelig dichtbij. Oeh, schiet hem. Staat er letterlijk één voor ons. I know. Nu niet meer. Alhoewel, er staat er nog links heen. Ook niet meer. Even kijken, mijn oogballen spotten hier een man. Oeh, jezus, ik heb zijn hoed eraf geschoten. Hoppa. And. Hoppa. Behind, really? Ik heb deze kant nog helemaal niet opgelost. Oké, okay, fuck it. Waarom moet ook gewoon zoveel man ons hebben ineens? Waarom kan dit niet gewoon een kleine club zijn? Zo... ja, ik zie het. Tenminste, ik zag hem. Ik kom naar jou toe, rechts, rechts, Chivas. Zo. Nog eentje rechts. Oh, letterlijk aan de andere kant van onze steen, I guess. Die. Daar achter de volgende steen. Wacht even, eerst die. Achter de boom. Wacht even. Oh, wow, ik heb zijn hoed eraf geschoten. De call bij de head shooter. Sta maar op. Jeppa, dat is die. Oké. Okay. We're gonna do this. It's high noon. Ik weet niet meer hoe ik dit doe. Dat was het. Die. En die. En die gaat net achter een boom. Maar hey, wie hebben we hier? Got hem. 5 stuks. Nearly there. Only a few of them left. Ja, ik weet alleen niet van waar. Ik ben als een gek erachteraan aan het rennen. Damn, she crazy. She crazy. Looks like we made it. That'll show 'em. Yeah, yeah, yeah. Je bent wel een wilde geworden, Sadie. I only left you an hour ago. You can't stay out of trouble for one goddamn hour. You got that poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint-Denis. Hang him? Okay. Mm-mm. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him? Yes, in the fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. Er zijn flink wat mensen afgeschoten. Ik vraag me af of er een statistiek is. Oh, ik moest trouwens ook mijn paard wassen, dus dat komt goed uit. Lekker wassen. Ik vraag me af of er een statistiek is om te zien hoeveel mensen ik al neergeschoten heb. Zal er vast wel zijn. Wat is dit nou weer? Waarom staat er 120%? Well-being. Tuberculosis. Core drain rate. 20%. Well, shit. Sickness cannot be easily cured. Het kan dus wel cured worden? Oeh. Oh, maar dat is interessant. Can I do that? Stamina. Ja. Alles lijdt eronder. Oh, misschien dat het hier staat. Well... Undiscovered perks. Wat is dit nou weer? Oh, talisman, trinkets, etc. Toxicity. Nee, heb ik niet.
Well, that sucks. Hoe dan ook, ik ga hem wel afsluiten voor deze aflevering. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog twee andere video's zien? Druk op de knoppen naast me. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!